Bismillahirrahmanirrahim. Dag 3 van deze heilige maand Ramadan. We zijn inmiddels gewend aan het vasten. Geen hoofdpijn, geen vermoeidheid meer. Tijd om ons te focussen op ons doel tijdens het vasten. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in zijn heilige boek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O gelovigen, het vasten is aan jullie opgedragen zoals het opgedragen is aan mensen voor jullie, opdat gij taqwa zult bereiken, vroom zult zijn. Taqwa bereiken is het doel van het vasten. Daar werken we aan. Dat is waar we uiteindelijk moeten belanden. Echter, dat is niet makkelijk. Om taqwa te bereiken hebben we verschillende stappen nodig. De eerste en allerbelangrijkste stap is de Koran. Wanneer we ons vasthouden aan de Koran lezen en de Koran vertalen, dan pas kunnen wij taqwa bereiken. Kijk wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in zijn heilige boek, in surat Al-Imran. Hada bayanun linnas, als hij het over de Koran heeft. Hada bayanun linnas wa hudan wa maw'idhatun lil muttaqin. Dit heilige boek is een verklaring. Is een verklaring voor de mensheid. Maar voor degene die taqwa hebben, voor de muttaqin, is het huda wa maw'idha. Het is een begeleiding en een leidraad voor degene die taqwa bereiken. Als wij ons willen meten aan het doel van het vasten, als wij taqwa willen bereiken, dan is Koran de deur naar taqwa. Om te lezen en te begrijpen wat er staat in de Koran. Allah subhanahu wa ta'ala noemt Shahr Ramadan, de maand van Ramadan, 1 keer in de Koran. En hij zegt, Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Shahr Ramadan, niet Shahr van Siyam zoals hij dat genoemd heeft. Tuurlijk, het is een Shahr van Siyam. Maar Allah, het eerste wat hij zegt is, unzila fihi al-Quran. De maand waarin de Koran is neergezonden. Om aan te geven hoe belangrijk de Koran is. Tijdens deze maand, maar natuurlijk in ons hele leven. Mogen Allah jullie en ons succesvol maken in het bereiken van taqwa door middel van het reciteren en het handelen naar de Koran.